hier. In dit paleis viert op 30 april prinses Juliana haar 75ste verjaardag. Een bijzondere dag. En daarbij hoort een bijzonder cadeautje. Nou, ik weet het niet hoor, maar ik geloof dat wij daar een ontzettend leuk idee voor hebben. Want we geven haar dan een boek. Een boek vol foto's van haarzelf. Maar foto's die ze nog nooit gezien heeft. Omdat u en ik, haar landgenoten, die foto's zelf hebben gemaakt. En die hebben we thuis. Ingelijst of ingeplakt. Of zorgvuldig bewaard in een oude schoenendoos op zolder. Nou, wat ik u nou wil vragen is, stuur ons die foto's. Die foto die opa lang geleden maakte van het kleine Juliaantje wandelend in het Haagse bos. Foto's uit de Leidse studententijd van prinses Juliana. Foto's van de prinses verloofd, getrouwd en als moeder. En foto's van koningin Juliana tijdens al haar werkzaamheden. Of misschien wel winkelend, want dat deed ze ook. En foto's van prinses Juliana nu, nog steeds actief en overal aanwezig. Kijk, die foto's die moeten er zijn. Bij honderden, bij duizenden denk ik zelfs wel. En samengebracht in een boek is dat natuurlijk een enig cadeau op de verjaardag van prinses Juliana. Vindt u toch ook? Nou, stuur ons dan die foto's. Dat wil zeggen, stuur ze naar de Tros. Fotoboek prinses Juliana, postbus 1300... 1200 BH Hilversum. En vermeld daarbij uw naam, adres en telefoonnummer. En ook hoe en waar en waarmee u die foto maakte. Plus nog wat bijzonderheden, zoals welk jaar was het en bij welke gelegenheid. En wat ging er door u heen toen u de prinses zag. Dat soort dingen. Nou, uit al die foto's maken wij dan een keuze en vervolgens het boek. En mocht uw foto in dat boek voorkomen, dan bent u onze gast tijdens het grote feestelijke programma ter gelegenheid van prinses Juliana's verjaardag. Uw naam wordt dan ook in het boek vermeld. Een boek dat tegen die tijd in alle boekwinkels te koop is. En tijdens dat televisieprogramma mag ik dan bovendien nog prinses Juliana een cheque overhandigen uit de opbrengst van dat boek. En zij zal die cheque schenken aan een nog nader te bepalen goed doel. Nou, zo was het wel genoeg geloof ik, hè? Ik wacht met spanning op uw foto's en weet één ding heel zeker. Dat wordt een ontzettend leuk cadeau op de verjaardag van prinses Juliana.